met Jasper van Dijk, Socialistische Partij de SP. Goedemiddag Jasper, goed dat je er bent. Dames en heren, de Tweede Kamerlid is Anne-Wil Lucas Smeerdijk, VVD. Dames en heren, je laat alleen je ongenoegen met geluid horen, niet op andere wijze. Dan hebben we voor GroenLinks Jesse Klaver. Namens D66 Kees Verhoeven. We hebben voor de Partij van de Arbeid Tanja Jadnanassim. Goed dat u er bent, alle. Jullie mogen allemaal even kort een 1 minuut statement. Oh, pardon. Jullie mogen allemaal 1 minuut een kort statement maken. En daarna laten jullie natuurlijk na het statement weer horen wat jullie ervan vonden. Ik stel voor dat we aan die kant beginnen, Partij van de Arbeid. 1 minuut, tijd loopt. Oké, doet hij het? Goedemiddag, fijn dat jullie er allemaal zijn. Voor jullie staat een heel boos kamer. Oké, de tweede ronde. Hopelijk neemt Zijlstraat ook een keer een tweede ronde. Want ik zeg tegen Zijlstraat, ga terug naar je studeerkamer. Ga nog eens een keer studeren op deze maatregel. Want de maatregel is waardeloos. Op deze manier gaan we zorgen dat de economie, de kenniseconomie, kapot gaat. Jullie zijn zogenaamd de toekomst van dit land. Maar er wordt niet in jullie geïnvesteerd. Hoe dan? Ik heb gistermiddag heb ik gedebatteerd met Zijlstra. Ik heb hem gewezen op de uitspraak van de Hoge Raad, waarbij wordt gezegd dat dit niet kan, dat het in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel. En wat hij dan zegt, hij zegt, ach ja, dat is maar een uitspraak. Het hoogste rechtscollege in dit land, en het is maar een uitspraak. Jongens, het is goed dat jullie hier zijn. Dit kabinet heeft de mond vol van de kenniseconomie, maar we bezuinigen op het onderwijs. Nederland valt weg uit de beste onderwijslanden. En dat kan natuurlijk niet. Kijk, D66 is niet voor luie studenten. Maar studenten moeten naast hun studie ook activiteiten kunnen doen, betrokken zijn bij een bestuur, bij een vereniging of in de maatschappij. En daarom zijn wij tegen deze maatregel om 16-jarige studenten 3000 euro boete te geven. Zeker als je bedenkt dat dit kabinet zelf meer dan 100 jaar gestudeerd heeft. En het uiteindelijk met hun ook wel een beetje goed gekomen is. Daarom moet deze maatregel van tafel en moeten we zorgen dat jullie de ruimte krijgen om te studeren en de toekomst van Nederland te blijven. Dank jullie wel. Vrienden, dit kabinet laat onze generatie in de steek en dat wordt nu al duidelijk. Doet te weinig aan de AOW. Helemaal niks aan de hypotheekrenteaftrek. Rekeningrijden is taboe. En wie mogen betalen? De studenten. De toekomst van dit land. En daarom is het zo goed dat jullie allemaal hier staan. En daarom moeten we de moed niet opgeven. En gaan we door. Maar voordat ik de beurt overgeef, mijn collega van de VVD. Ik ben het inhoudelijk niet eens met de VVD, maar ik heb veel respect voor het feit dat zij hier staat. En zojuist werd er gegooid met attributen richting het podium, richting Anne-Wil. Het moment dat dat gebeurt, hoe goed ik het ook en hoe eens ik het ook met jullie ben, verdwijn ik van dit podium. Respect, inhoudelijk zijn we het oneens, voor de rest niks!
heren, dames en heren, dames en heren. Ik vind de woorden van de heer Klaver, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Laten we niet vergeten, de CDA is er niet en de PVV ook niet. Deze dame belt. Ik stel voor. Ja, ja. Deze dame krijgt een minuut spreektijd en daarna is het zeker weer aan jullie om te laten horen wat je ervan vindt. Maar eerst gaan we luisteren. Dankjewel. Ik zou ook graag zeggen, vrienden, maar ik snap heel goed dat jullie boos zijn. Dat snap ik. Ook ik wil investeren in onderwijs. Ook ik vind het belangrijk dat mensen kunnen studeren. Er is daar een bordje waarop staat, studeren is een recht. Dat vind ik ook. Inderdaad, daar is die weer. En het is misschien inderdaad geen privilege, maar het is wel een voorrecht. En daar mag ook wat voor teruggevraagd worden. Wij willen investeren in onderwijs. Dat is ontzettend lastig in een tijd dat er 18 miljard bezuinigd moet worden. Voor een goede economie, zodat jullie straks ook een baan kunnen vinden. Ik sta ervoor. Deze maatregel doet pijn. Ik vind hem nodig. Ik ben het eens, het is wel respect dat zij hier staat. Maar goed, dit kabinet gaat ongelooflijk dom beleid uitvoeren, want het gaat bezuinigen op studenten en op onderwijs en dat is niet slim. De regering zou moeten investeren in onderwijs in plaats van bezuinigen. Juist! Ik vind dat deze beleidsmaatregelen, waar nu allerlei argumenten voor worden verzonnen, al zouden studenten lui zijn, al zouden ze sneller moeten studeren, het zijn allemaal verzonnen argumenten. Het gaat maar om één ding, het kabinet wil bezuinigen omdat het zo nodig 18 miljard euro wil halen. Dat is wat Rutte wil. En politiek is keuzes maken. Je kan heel goed op iets anders bezuinigen. Je kan bezuinigen op de JSF, op Defensie. Je kan bezuinigen op banken, op de hypotheekrenteaftrek. Ik zou voorbij het onderwerp blijven. Er zijn alternatieven. En tot slot. Het is ongelooflijk fout dat dit kabinet deze maatregel wil instellen per september volgend jaar. Want dat betekent dat de huidige studenten ineens worden geconfronteerd met een verhoging van 3000 euro van het collegegeld. Dat kan je niet maken, dan verander je de regels tijdens de wedstrijd. Je kan natuurlijk zeggen, er moet helemaal niet bezuinigd worden op studenten, op het studentenleven, dat hebben we gehoord. Maar laten we nou eens even zeggen dat als we nou toch bezuinigen, zijn er alternatieven om dus wel dat bedrag te bezuinigen, maar te zeggen we kunnen dat beter en redelijker aanpakken. Mag ik aan die kant beginnen? Wat is het alternatief? Mijn collega van de SP zei het al voortreffelijk, weg met de JS. Hey! Weg ermee. Ja, wacht even, wacht even. Ja. Dan moet ik, wacht even. Ik stel voor dat we even al die andere zaken loslaten, maar als we binnen het onderwijs kijken. Zijn er binnen het onderwijs, dus niet de JSF en andere zaken, zijn er alternatieven die misschien hier de pijn kunnen verzachten of in ieder geval redelijker kunnen maken? Ik wil niet eens beginnen te denken aan alternatieven, omdat ik dat eigenlijk een leugen vind. Ik vind het een leugen. Dit kabinet, alle drie de partijen, hebben in hun programma's aangegeven dat ze zouden gaan investeren in het onderwijs, investeren in jullie. En nu zitten ze daar en ze doen 0,0 helemaal niks. D66. Als je aan mij vraagt, hoe kun je geld bezuinigen op het onderwijs, dan zeg ik nee, wij wilden 2,5 miljard investeren in het onderwijs. Ik zei het net ook al,
we hoeven niet te stimuleren dat studenten eindeloos lang over hun studie doen. Maar jullie moeten ook hier kunnen staan. Jullie moeten in het verenigingsleven actief kunnen zijn. En daar moet gewoon ruimte voor zijn. Dus aan mij, ik zou alleen zeggen, als studenten na 7 of 8 jaar nog steeds geen enkele voortgang boeken, dan moet je ze uitschrijven bij universiteiten. Maar tot die tijd moet je ze de kans geven om actief te zijn in het land en te bouwen aan een toekomst voor Nederland. Dus geen bezuinigingstrucjes, gewoon ruimte voor studenten. Dank u wel. Ik kom zo daar. We hebben gezien dat wij in de kunst en cultuur, dat er uiteindelijk toch nog in het zicht van de finish een aanpassing kwam, waardoor onder andere een aantal orkesten bewaakt. Wacht even, één moment. Ik wil aan de VVD vragen. U staat hier. U ziet dat hier duizenden studenten staan. En dit is nog maar het begin als we denken aan het Malieveld. Is er volgens u ruimte? Zo ja, waar zit die en hoe kunnen we die benutten? Waar zit die, VVD? Als jullie het verkiezingsprogramma van de VVD kennen, dan weet je dat wij voor het invoeren van een sociaal leenstelsel zijn. Sociaal leenstelsel voor de hele studie. Dan zijn jullie zelf verantwoordelijk voor jullie studie en dan gaan jullie ook zelf investeren in je eigen toekomst. Daar waren wij voor. De realiteit is dat we een regeerakkoord hebben gesloten en dat daarin is gekozen voor deze langstudeerregeling. En wat mij betreft is de langstudeerregeling voornamelijk een middel, geen heilig doel. Het middel is geld vrijmaken om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Zegt u dan dat het eigenlijk gewoon niet uitmaakt hoeveel duizenden studenten de straat op gaan? U houdt vast aan het regeerakkoord of bent u inderdaad gevoelig voor zo'n maatschappelijke onrust als u hier voor uw neus ziet ontstaan? Ik zou denk ik als volksvertegenwoordiger geen knip voor mijn neus waard zijn als ik hier niet gevoelig voor was. En dus, maar we moeten ook reëel zijn. Er moet dan wel een alternatief komen. En ik verwacht dan ook dat we meedenken met elkaar. Voorlopig is dat alternatief er niet. De langstudeerregeling is er zelfs nog niet. Ik wacht die regeling af en wil hem op zijn merites beoordelen. Maar ik heb ook al eerder gezegd, het middel mag niet erger zijn dan de kwaal. Maar wacht even, ho. Ik bespeur nu toch enige ruimte. U gaat het op zijn merites beoordelen, het is geen heilig doel, zegt u. Dus waar bent u, ziet u dan ruimte? Dat willen we graag weten. Ik ben heel eerlijk, ik zie die ruimte nu niet. We hebben een regeerakkoord gesloten waarin dit het compromis is. Compromis zijn niet altijd de mooiste compromis, maar het is er één. Oké, Jasper van Dijk, help de VVD-collega, bied er een alternatief. VVD proberen te helpen, want Halbe Zijlstra heeft al gezegd dat hij gaat kijken naar de beta-studenten. Want beta-studenten doen gemiddeld 7 jaar over een 5-jarige studie. Hij heeft ook gezegd dat hij gaat kijken naar gehandicapte studenten. En hij heeft gezegd dat hij gaat kijken naar studenten die bestuurswerk doen. Ik zou zeggen, laten we doorgaan met dat rijtje, zodat we deze maatregel gewoon van tafel krijgen. En dat gaat lukken met jullie protest! Het laatste woord, Jetse Klaver, GroenLinks. We geven de moed niet op, zoals ik zei, maar dit kabinet is een kabinet van wantrouwen. Een kabinet van wantrouwen naar de samenleving en wantrouwen naar elkaar. Dus ze hebben elkaar vastgeklonken aan een coalitieakkoord, aan een gedoogakkoord. En daar lijkt geen ruimte zitten, maar ik heb nieuws voor ze. De leiders van de PVV, de VVD, het CDA, we slaan op jullie deuren, we komen eraan, we blijven drukken totdat jullie de ruimte zien. Voor...